Die van kanker op met je kankerbek en al die dingen. Krijg AIDS. Nou, Of hier, fuck je dikke moeder. Hier stonden ook veel haatreacties op. Ik wil jou dood hebben. Iedere dag krijgen ze te horen. Scheldwoorden, ziektes en gemene opmerkingen. Emma van 12 en Tuur van 10 zijn allebei populair op YouTube. Emma maakt vlogs over make-up en kleding. Oké, jongens, ik heb nu mijn outfit aan, mijn gele jasje die jullie kennen. En Tuur heeft een kanaal met zijn familie. Wat gaan we doen, Tuur? Nou, we gaan deze Blue Flame afsteken. Ze hebben meer dan 100.000 abonnees. Ik krijg heel veel leuke reacties, gelukkig. De meeste zijn gelukkig leuk. Maar ik krijg ook heel veel haatreacties. Best veel, want ook best heftig en dat is helemaal niet leuk. Dan zit ik dat nu wat te vertellen met een mix, maar eigenlijk is dat natuurlijk super raar. Toen zei dus als ik een mes bij me had en zo, dan steek ik je gewoon dood. Voor veel kinderen met een eigen kanaal is dit heel herkenbaar. We vroegen het aan een groep populaire YouTube-kinderen. Bijna allemaal krijgen ze ermee te maken. En het doet veel met je als je iedere dag dit soort dingen leest. Het simt soms ook gewoon niet lekker, want ik bedoel, altijd haatreacties krijgen is ook niet leuk. Ik zou maar zeggen, dan voel ik me juist zo ingezakt of zo, ja. Zo'n raar gevoel komt dan in me op. Waarom doe je dit? Ik word er zelf ook soms onzeker van dat ik dan sta voor de spiegel en ik ben mijn kleren aan het aandoen. En dan denk ik, ben ik echt te dik? Ben ik echt zo lelijk? Je bent lelijk, met twee E's. Dat vind ik dan grappig. Vooral bij haatreacties doen mensen altijd typfouten maken. Dat is echt altijd zo. Patricia Bolwerk is pestdeskundige. Volgens haar zijn dit soort reacties een groot probleem. We schrikken elke dag heel hard. Het is zo grof. Zulke scheldwoorden. Het is, ja, je krijgt er een knoop van in je maag. Het maakt je echt ziek dat je echt denkt, jeetje mina, wordt dit elke dag tegen mensen gezegd? Volgens haar kunnen YouTubers hier niet heel veel aan doen. Maar als het te erg wordt, kun je wel naar de politie gaan. Het is wel belangrijk dat je van alles bewijs hebt gemaakt. Foto's maken, schermfoto's maken met je telefoon. Alles wat je maar kan, zeg maar, om te laten zien, dit zijn de teksten of dit is de gebruiker. En betrek ook YouTube erbij, want die kunnen ook gebruikers gaan blokkeren voor je. Emma en Tuur hebben nog geen aangifte gedaan. Maar mensen blokkeren doen ze best vaak. Ik denk altijd, nou, dit is misschien wel een rot opmerking. Maar ik heb ook heel veel leuke reacties. Ik trek me er meestal niks van aan. Maar als die te ver gaat, dan zeg ik het mijn ouders. Toch gaan Tuur en Emma gewoon door. Want stoppen met YouTube, dat willen ze niet.